Ja, je ziet het al. Johan van Computerbestel staat weer naast mij. En dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat we weer een game PC gaan bouwen. Dat hebben we natuurlijk al een keer gedaan. Dat was echt voor de beginners. Dat was echt een systeem dat je voor echt de noobs, weet je wel. Lieten we zien hoe je dat moest bouwen. Ja. Nu gaan we het helemaal anders aanpakken. Want Johan en ik gaan een VR-systeem bouwen. En Johan, jij mag me even vertellen. Wat voor systeem is dit precies? Dit is inderdaad een VR game PC. De game PC Brutal. Dat is een van onze kant-en-klaar modellen die je op Computerbestel vanaf vandaag kunt bestellen. Tot eind december is die verkrijgbaar tegen inkoopprijs, €1.525. Zie je, stel uit je winst, als je alles bij elkaar optelt, dan is ja, het nog steeds onderdelen inkoopprijs, ja, dus echt absolute bodem. Je krijgt nergens anders goedkoper. En dan kun je gewoon VR mee spelen, dus dan gaan we bouwen. Ja, we gaan hem bouwen. Let's en dat go. Doen we nu. Ik weet niet, hebben we de vorige keer ook zo'n koeler erop gezet? Ja, volgens mij wel. De 2 en 2 Evo hebben we de vorige keer geplaatst. Ja. En de 2 en 2 Evo, dat is op zich een hele mooie koeler. Die is wat kleiner, compacter. Hij koelt heel goed. Maar dit is echt een monster van een blok. Geschikt voor overklokken. Bij deze processor kun je dat ook doen. Bij dit moederbord kun je dat ook doen. Ik zou het zelf niet aanraden. Ja, het is wel heel leuk, maar... Als je dan iets beters wil, koop dan gewoon een betere processor. I second that. Wie de fuck overklokt er? We hebben elkaar, hè? Ja, we hebben elkaar. Ja. Ja, we hebben elkaar. Waarom zou je dat doen? Hou je processor gewoon heel en bewaar je garantie. Reageer in de comments. Dit is wel even een momentje van aandacht, want in de vorige aflevering kreeg ik hier commentaar over dat wij mogelijk te veel koelpassa gebruiken. Let op, ik zal laten zien hoe weinig koelpassa wij gebruiken. Echt perfect. Kom, kom, kom. Tadaa. Jezus, Johan, ben je gek? Dat is keiveel koelpasta. Wat jij willen. Kom dan, boer. Waar ben je mee bezig, Johan? Ja, die koeler die moet vast. Oké. Okay. En hoe draai je de koeler het beste vast? Op kruislinks. Je maakt hier eentje vast, een klein beetje, dan de volgende. Die maak je aan de andere zijde vast en dan steeds een klein beetje. Zodat je niet ervoor zorgt dat je eentje helemaal indraait en dan de rest niet. Want dan krijg je maar niet meer goed in en vermorst je je processor. Jij hebt heel goed opgelet in de vorige video van Gamersnet. Check ook even de vorige PC-beeld die we hebben gedaan. Want dat is dus met alle fouten die je hier had kunnen doen voor beginners. Oké. Okay. Ja, het ding is altijd met, I don't know, video's maken, het blijft gewoon geinig. Want je denkt altijd van, oh, het is ongemakkelijk en we doen het fout. Maar je kan alles eruit knippen, je kan alles veranderen. Kut! En dit is het moment waarbij je het eruit knipt. Nee, val mee. Het moederbord is voor zover als kan nu even af, dus dat is mooi. Maar dan gaan we door met de behuizing. Johan, welke kast heb je meegenomen? Ik heb meegenomen de NZXT Sorge 340. En dat is heel toevallig, want hij is dus dezelfde als ik ook heb. En dat is mijn favoriete kast. Tik hem aan. Nice, ja! Oh nee, is dit... Oh jezus. Nice! Tik hem aan. Hey. Bedankt, onbekende man die onder ons bureau zit. Staat hij trouwens al de hele tijd, de hele video lang. Check. Thank you.
grappetje doen. Oh ja, zo hè. Oké, we zijn aanbeland bij de videokaart en Johan heeft voor ons de GTX 1070 meegenomen van Asus, Strix, met allemaal toffe kleurtjes. Nou is de vraag, waarom heb je 1070 meegenomen voor een VR-systeem? 1070, 1080, dat is een beetje de leidraad op dit moment voor VR-systemen. Ja. Voor een VR-systeem heb je gewoon een hele krachtige videokaart nodig. Waar je ook wel naar uit kan wijken is denk ik wel een 980, een late 980. Ja, 980, 980 Ti. 970 zou ook nog kunnen. Voor de wat simpelere toepassingen, applicaties op VR-systemen. Maar wat je vooral ziet is dat je met een 1070, 1080, dat is toch een beetje mainstream VR op dit moment. Want vergeet niet, hè, zo'n VR-bril, dat is gewoon een bril met twee lenzen en die moet twee beelden projecteren. En twee beelden op 60 fps, om het ook nog eens een keer goed draaiende te houden. Ja, minimaal 60. Hè? Minimaal, beter, liever nog veel hoger natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus vandaar 1070 in deze mooie GamePC Brutal. Ja, oké, tof. Wat is dan het voordeel precies van de Asus Strix serie? Waarom heb je dan specifiek voor deze gekozen? Nou, het voordeel van deze is dat deze twee HDMI-poorten heeft. En op zich, als je een computer hebt, de meeste computers gebruiken op dit moment een HDMI-poort voor de monitor. En de HTC Vive, die heeft ook een HDMI-aansluiting nodig. Dus dan heb je twee HDMI-aansluitingen nodig. En daarom deze videokaart. Netjes. Yay. Oké, Jon heeft er net een G550M ingezet en dan denk ik meteen 550 watt, Cooler Masters, leuk en allemaal. Maar dat is toch veel te weinig als je bedenkt dat er een 1070 in zit en een i5, dat is toch te weinig? Nee, 1070 is heel efficiënt en een i5, Intel is heel efficiënt. Dat wil zeggen dat je met minder wattage uit kunt. Dit systeem heeft in totaliteit genoeg aan een 450 watt voeding. Wel een hele efficiënte voeding heb je dan nodig, maar wij hebben gekozen voor een 550 watt voeding. En het heeft ook als voordeel dat je later in de toekomst nog kunt uitbreiden met bijvoorbeeld een extra harde schijf. Ja, een extra videokaartje niet doen denk ik, maar nee, extra harde schijfje moet kunnen. Ja, ja, oh, mooi. Kijk, je ziet Johan echt fucking lang bezig zijn met kabels en heeft een reden, want hij is daar pientje precies in. En daar is ook wel, nou ja, dat kun je in de vorige video ook zien. Johan pride zichzelf echt heel erg met het feit dat hij echt super goed is met het kabelmanagement. En dat is ook wel belangrijk, toch? Ja, ik vind kabelmanagement een van de weinige dingen waar wij in ons vakgebied ons mee kunnen onderscheiden. En daarom is dat bij ons ook zo ontzettend, ja, staat bij ons in zo ontzettend hoog vaandel. En ik denk dat wij een van de betere zijn in de markt die het kabelmanagement op en top in orde hebben. Ik denk dat je dat kun je zien. Dat is ook wel waar. Ja. Zo heb ik het nooit kunnen krijgen en ik heb dezelfde kast. Oké, okay, het mooie aan deze kast is dat die piano glimmend roetveeg is. Nee, het mooie aan deze kast is dat die piano glimmend is. Alleen het nadeel is dat je echt alles, maar dan ook alles erop ziet. Dus als je deze kast hebt geassembleerd of hebt uitgepakt, in jouw geval dan, zou ik even aanraden om even met een doekje, een theedoek of wat dan ook, om even op te poetsen. Als je vrienden daar thuis komen om je nieuwe GamePC uit te checken, dan is hij echt spik en span. Nou, niet meer aanraken daar, hè? Pfft.
Oké, dat was het dan weer voor een nieuw systeem. Oké, dat was de speed build of de game PC build, hoe je het ook wil noemen, van computerbestel. Dat was Johan en dit is de PC Brutal, game PC Brutal, die je bij Johan gewoon kunt kopen, toch? Ja, hij zat eind december verkrijgbaar in onze shop voor €1.525. Dat is de inkoopprijs van onderdelen, dus grijp je kans. Ga naar onze webshop, hij staat bij de kant-en-klaar systeem. Ja, en als je meer wilt weten, alle specs, alles staat allemaal hier beneden. Alle linkjes van Johan naar Gamersnet, alles maakt niet uit, staat allemaal in de beschrijving, kun je checken. En sowieso, we zijn er elke week weer met Gamersnet Gear. Op gamersnet.nl en op ons YouTube kanaal. Je mag ons abonneren, liken, commenten, volgen. En natuurlijk bij Johan eventueel ook nog een keer langskomen. Dat is best wel leuk. Zou ik een keer doen. Moet je doen met zijn gezicht. Precies. Klik op hem. Daar gaan we zoveel haatcomments over krijgen. Maar dat maakt niet uit. Ik stop hem er gewoon in.